Nee, in Rusland is geen militaire grote mogendheid. Dat was het misschien in de Sovjet-tijd, maar dat is het al lang niet meer. En bovendien, wat nu gebeurd is in het afgelopen jaar, het is nu bijna een jaar geleden, is van een zodanige aard dat het volgens hem zeker tien jaar zal duren voordat Rusland weer de schade die in dit jaar opgelopen is, weer zal hebben hersteld. En dan is het nog maar de vraag of de structurele gebreken. Van het Russische leger, die wij enorm onderschat hebben, of die dan wel hersteld zullen zijn. Zo meer over de structurele gebreken. Hij zegt ook ergens: het hele idee dat Rusland een georganiseerde, samenhangende, effectieve aanval zou kunnen uitvoeren op West-Europa, dat is lachwekkende onzin. Dat is echt. Ze zouden al moeite hebben, volgens hem, om de, om de Baltische republieken te veroveren. Nou ja, dat is nu gebleken in de Oekraïne, al zijn de Baltische Republieken natuurlijk wel een stuk kleiner. Maar in feite zegt hij toch... daar waar het scheen alsof het Russische leger vrij effectief opereerde... ook daar zie je eigenlijk al de, de voortdurende structurele gebreken... die nu in de strijd in de Oekraïne eh, opspelen. Dus, dus het algemene teneur is dus net wat ik vaak genoeg gezegd heb. Volgens mij, Rusland is... Of je nou kijkt naar de economie, of naar andere aspecten, of naar de militaire macht. Rusland is een tweederangsmogendheid. Dan zullen de luisteraars zeggen, ja, tweederangsmogendheid, maar ze hebben wel de Oekraïne aangevallen enzovoort. Ja, in de eigen kleine beperkte invloedssfeer kan Rusland natuurlijk wel een vuist maken. Zij het dat gebleken is dat die vuist, als je bij nader onderzoek blijkt, dat die al vier vingers mist en... Dat er een gat in de hand zit en nou, dat, het, dat het eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel voorstelt, omdat het heel gebrekkig in elkaar steekt. Voor de rest zou ik het boek willen verdelen in twee onderwerpen. Onderwerp 1 is wat is er structureel mis met het Russische leger? Wat is er al decennia mis structureel met het Russische leger? Wat zullen ze maar heel moeilijk kunnen veranderen? Aan het Russische leger, als ze niet heel veel gaan veranderen, wat weer heel onwaarschijnlijk is. Dat is A. En B. is waarom het in de Oekraïne zo grondig mis is gegaan. Want hij zegt ook, interessant genoeg zegt hij, en hij is echt een, een, een militair deskundige eerste klas, heb ik begrepen, dat hij zelf ook nog in de week dat ze tenslotte besloten hebben om de Oekraïne aan te vallen dacht Dat de kans dat dat zou gebeuren niet groter was dan 30 tot 40 procent. Je begrijpt toch, las ik met een zeker genoegen, omdat ik dergelijke vermoedens met hem deelde. En jammer genoeg iets te apodictisch heb uitgesproken. Heb je daar veel last van gehad eigenlijk? Nee, naar mijn gevoel niet. Ja, je begrijpt de bekende Twitter-reacties Twitter natuurlijk. Ja, maar je herhaalt het vaak, dus ik dacht misschien heeft het je wel pijn gedaan dat je het verkeerd voorspeld hebt. Nou, het irriteerde hebt. me wel, dat begrijp je zeker wel. Ja, waarom omdat ik dacht, ja, omdat ik anderen wel eens verweten heb van, denk eens een beetje beter na. Maar ik zelf had het gevoel, en dat wordt wel ondersteund moet ik zeggen door wat hij erover schrijft, dat ja, op grond van, van gezond verstand overweging is het natuurlijk een volkomen krankzinnig besluit geweest. Mm -hmm. En we zullen zo uitleggen waarom het zo'n vo volkomen krankzinnig besluit is geweest. Ja. Je hebt het nog stevig aangezet, eigenlijk de dag voordat het begon, volgens mij, hè, bij, bij, de, uh, bij OP1. Ja, ik zei het lijkt mij gezien de risico's die je onder dergelijke omstandigheden loopt. Kijk, als je één ding kunt zeggen van oorlog voeren... is dat hoe zeker je ook bent bij de start dat je wel gaat winnen... dat je zelfs geweldig gaat winnen, je hebt de vlaggetjes al klaar liggen... Mission Accomplice, denk aan de, aan de jonge Bush op het de dek van de Abraham Lincoln, dat vliegdekschip. En nou ja, eigenlijk op het moment dat wij de borden lazen, Mission Accomplice begon het zodenbiederen in Irak Met die bermbommen. Hele fijne tank, die M1 Abrams tank, maar niet zo, niet zo goed bestand tegen bermbommen. Maar ja, dat waren we ook weer, wat zei Rumsfeld ook weer. Ja, je, hebt, je moet vechten met de spullen die je hebt. Hij wou er niet veel aan doen. Ik dwaal af. Um, ja, ik dacht dit, uh, Je loopt enorme risico. Iedereen die besluit om oorlog te gaan voeren. Op grond van overwegingen. Ik ga toch makkelijk winnen. Die loopt meestal voordat die pap gezegd heeft. Met zijn kop tegen een lantaarnpaal op. En dan blijkt het helemaal anders te zijn. Dan ze gedacht hadden. De tegenstander blijkt niet zo achterlijk te zijn als ze gedacht hadden. Er blijken überhaupt tegenstanders te zijn die ze niet verwacht hadden. Nou ja, ga zo maar door. Denk aan de Amerikanen in Irak. Nietwaar? Een, een volstrekt mislukte interventie natuurlijk. Die, ja, die ze tenslotte op pijnlijke wijze hebben moeten afblazen. Nadat ze nog de suggestie hebben gewekt dat het, 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 het eind nog redelijk functioneerde. Maar waarvan natuurlijk het, het, het eindresultaat was wat iedereen... Die bij zijn volle verstand is had kunnen verwachten. Namelijk dat de Shiiten natuurlijk in, in Irak domineren. En dat was iets wat de Amerikanen niet willen. Want je weet, de shiiten, Iran is ook een Shiïtisch land. En ja, dat betekent dat de Shiïtische invloed daar in Irak dat die enorm groot is. Het belangrijkste Shiïtische heiligdom bevindt zich niet in Iran, maar in Irak. Maar goed, dit tussen dit haakjes. Nu eerst het eerste onderdeel. Wat is er structureel mis? Met het Russische leger. Nou, in feite vrijwel alles. Wat betreft het enige wat niet mis is, is de hardware. Het, het Russische leger is ruim voorzien door de politieke top van hardware, tanks. Van al alles wat je op dit terrein kunt verzinnen, dat is er. Maar het is een schitterend voorbeeld van het feit dat je nog zoveel tanks kunt hebben. Maar als in feite de, 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 hoe moet je dat zeggen, het fundament van je leger niet klopt. Dan ben je eigenlijk al bij voorbaat machteloos, hoeveel tanks je ook hebt. Wat deugt er niet bij de Russen? De logistiek. In de breedste zin van het woord, deugt de logistiek niet. Eh, dat betekent dat, eh, dat het eten werkelijk abominabel slecht is. Dat bleek ook in de Oekraïne. Namelijk dat die, dat die legerranzoenen die waren allemaal ruimschoots over tijd. En er was ook te weinig te drinken. Dus wat was noodzakelijk voor de Russische soldaten die plunderden Oekraïense winkels. Eenvoudig omdat wat ze kregen volstrekt onvoldoende was. De huisvesting van het leger is abominabel. Van, van, van tweede, derde rangs kwaliteit. In feite, wat kunnen we nog meer zeggen? Het, het klassiek fout bij in het leger, ja, als je geld hebt als, als leger, dan wil je nieuwe spullen. Hè? De beste raketten, de duurste tanks. De ingewikkeldste toestellen, de fraaiste computerschermen. En daarbij vergeet je dan altijd. dat wat je hebt, dat dat onderhouden moet worden. Sowieso een punt wat in heel brede zin geldt voor onze hele cultuur. Wij zijn altijd voor de nieuwigheid, maar onderhoud, ja, ja, ja. Onderhoud, dat de, dat spreekt niet tot onze verbeelding, natuurlijk. Het onderhoud in. Rusland in het Russisch leger is abominabel. De kwaliteit van de, met name de lagere officieren is al even abominabel. Volgens hem, Kaliotti, omdat ze bang zijn dat als ze te goed zijn, de jongere officieren, dat ze dan opstandig zijn tegen de oudere officieren. Dat we zeggen het is een enorm hierarchisch geordend systeem. Dan heeft hij het op meerdere plekken over de gruwelijke hezing. Hazing is in het Engels zoiets als ontgroenen. Dus dat die recruten, die wordt schijnen echt verschrikkelijk verschrikkelijk behandeld te worden. Dat is natuurlijk om, om het, de vechtlust te stimuleren, is dat niet bijster verstandig. Zoveel is natuurlijk wel duidelijk. Dan is een gebrek aan discipline in het hele Russische leger een ernstig probleem. Dat probleem wordt onderstreept in feite door het alcoholisme wat welig diert... In het, niet alleen in het Russische leger, zoals we allemaal weten, maar in de hele Russische samenleving. Maar ook in het bijzonder in het leger. Nou ja, nu zijn we al een heel eind op weg, want nu heb je in feite al uitgelegd dat, dat nou juist deze wezenlijke condities. Niet waar dat je recruiten tevreden moeten zijn, lekker te eten moeten hebben, behoorlijk gehuisvest moeten zijn. Dat je officieren ook tegen een hoger officier moeten kunnen zeggen: hé, hey Janse. Uh, dat zit heel anders in elkaar. Dat, hè? Want dat leidt er ook toe volgens hem dat, dat jongere officieren weinig geneigd zijn om eh, heet het, initiatief te nemen, om iets innovatiefs te doen. Zodat als, iets, als een geplande actie misloopt, dan ontstaat in het Russische leger onmiddellijk totale chaos. Omdat er niemand is die zegt: ja, wacht even, we zouden iets heel anders kunnen doen. Nou. Ja, dat dit, ja, ik pik dat van tussen al die ongelooflijk gedetailleerd beschreven bomen, pik ik, pik ik dit op? Je hebt ook geen idee. Wat je trouwens ook in, het, in, in dit Russische leger, dus het, de hoeveelheid verschillende bureaucratische diensten die je in zo'n leger hebt, dat is verbijsterend werkelijk. Neem aan dat dat hier niet zo wezenlijk anders is. Heb je ooit wel eens heel even verdiept in de onderwijswereld in Nederland. Dan krijg je dus ook een woud aan, aan commissies, organisaties, overlegconstructies. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Wie bemant dit? Wat, wat, wat is daarvan de bijdrage aan het leren van lezen, schrijven en rekenen? Hè? Dat, dat je, de, nou ja, wat liet je me zien? Misschien hebben we Nederland te ingewikkeld gemaakt. Nou. President Arno Visser kijkt terug op zijn tien jaar bij de Algemene Rekenkamer. En dan zegt hij, we hebben Nederland veel te ingewikkeld gemaakt. Ja. Ik moet zeggen, het is ook een foto die een, een heel deprimerende indruk maakt. De het trap is een af. man die, die toch evident door het lot geslagen en langzaam en moeizaam een af, trap afhobbelt. He? Dat is het toch wel. Ja. Nou, terug naar het Russische leger. Dus eigenlijk alle simpele condities die, je, die in orde moeten zijn, wil een leger behoorlijk functioneren, zijn niet in orde. Hij zegt de kans dat ze dat op korte termijn in orde kunnen krijgen, die is nul. Het idee dat het Russische leger in de Oekraïne na een, winter, na een overwintering plotseling een geweldig leger zal zijn, wat enorm efficiënt kan vechten, daar moet je, dat, dat moet je gewoon denken dat dat niet het geval is. Ook die kwalen waar het Russische leger aan leidt, die zijn eigenlijk al jaren bekend.